Een zonnepark zo groot als 63 voetbalvelden. Inwoners van Millingen en Kekerdom hebben zich lang verzet. Maar het park komt toch. Aan de rand van Millingen en Kekerdom komt een zonnepark van maar liefst 46 hectare. Omgerekend zo groot als 63 voetbalvelden. Omwonenden hebben handtekeningen verzameld om dit plan tegen te gaan. Desondanks heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd en zal het zonnepark worden doorgevoerd. Hier tussen Millingen en Kekerdom komt een groot zonnepark. In totaal gebied van 43 hectare. Dat komt neer op zo'n 63 voetbalvelden. Het zonnepark wordt gerealiseerd in een gebied dat momenteel bestaat uit grootschalige akkers en weides. Woensdagavond heeft de meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het wijzigen van het bestemmingsplan. En deze wijziging maakt de aanleg van het zonnepark mogelijk. De plannen zijn er om er een groot groen zonnepark van te maken, waar ook veel nieuwe natuur wordt aangeplant rondom de zonnepanelen. En komen er ook vele tientallen hectare aan landschapselementen en dit maakt het eerste groene zonnepark van Nederland. Maar veel bewoners zijn niet blij met de komst van het zonnepark. Na de bekendmaking van dit plan zijn bewoners in actie gekomen om het zonnepark tegen te gaan. Vereniging Duurzame Energie Bergendal verzamelde 1487 handtekeningen van omwonenden. Een van de omwonenden is mevrouw Jacobs. Zij deed gisteren tijdens de raadsvergadering haar verhaal. Ik heb zorgen. Zorgen over het geluid, over de warmte, over onze woning en onze kinderen. En we vinden het absoluut niet mooi. Horen we straks continu een zoemend geluid? Hoeveel warmte komt er vrij vanaf de zonnepanelen? En hoeveel wordt onze woning minder waard? Er is nu geen makelaar die wil taxeren en dat zegt ons genoeg. Wethouder Erik Weijers reageert hierop het volgende. De initiatiefnemers die zijn met de omwonenden in gesprek om te kijken van wat zou eventueel schade zijn en kunnen we elkaar daarin vinden als een soort compensatiebedrag? €6.000 is wat we eenmalig ter compensatie kunnen krijgen. Ons voorstel was om gratis stroom te leveren aan de aanwonenden. Maar dan krijg je als antwoord dat ze geen energieleverancier zijn. Toch heeft de raad ingestemd met de wijziging in het bestemmingsplan. Want verduurzamen staat hoog op de agenda bij de gemeente. De raad heeft gisteren gezegd, nee, wij vinden het belangrijk dat het door moet gaan. En de meerderheid van de raad heeft gisteren, we hakken de knoop door en we stellen het bestemmingsplan vast. Van 19 mei tot en met 9 juni wordt een voedselinzameling georganiseerd voor Voedselbank Nijmegen Overbetuwe door de Antonius van Paduakerk. Voor veel gezinnen en alleenstaanden is de wekelijkse krat met levensmiddelen een belangrijke bijdrage om zo gezond mogelijk te kunnen eten. Het doel van de voedselbank is natuurlijk om zoveel mogelijk op te halen en zo de mensen die het nodig hebben te kunnen helpen. Zo hoeven ze zich een stukje minder te zorgen te maken over deze dagelijkse kosten. De voedselbank hoopt verschillende soorten voedsel op te halen. Nou, daar zitten spullen in waarmee je dus in de week een aanvulling kunt geven op je, ja, wat je zelf kunt kopen. En als je dus heel weinig geld hebt, kun je zelf heel weinig kopen. Dus dan zal het nogal snel bijvoorbeeld pasta zijn die je zelf kunt kopen. Of de appels die toevallig ergens in de aanbieding zijn. De voedselbank wil met name producten die lang houdbaar zijn, zodat men het kan bewaren. Zoals melk, rijst, pasta en groente in blik. De voedselbank vult de kratten zelf aan met verse groenten en fruit. Wekelijks maken mensen gebruik van de voedselbank. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen een krat meenemen. De voedselbank zet zich dus in en dat is hard nodig. Wij organiseren dat omdat we weten dat er heel veel mensen in Nijmegen zijn die gewoon niet voldoende geld hebben om iedere dag gezond eten op tafel te zetten. Er zijn natuurlijk diverse manieren waarop men aan spullen komt. Maar een van de dingen is donaties vanuit kerken of vanuit andere organisaties. Ik weet wel dat er 900 adressen ongeveer zijn die iedere week van de voedselbank een krat levensmiddelen krijgen. En dat betekent dus soms zijn het alleenstaanden en soms zijn het gezinnen, kleine en grote gezinnen. De voedselbank is afhankelijk van de bijdrage van burgers. Als er meer mensen voedsel schenken, kunnen er ook meer en vollere kratten samengesteld worden. Daarom is het belangrijk dat er genoeg mensen komen om te doneren. De opkomst verschilt per kerk. Ja, dat is gewoon heel erg afhankelijk van de diverse kerken die meedoen. Sommige kerken hebben heel veel mensen die betrokken zijn. Sommige kerken hebben veel minder mensen. Ik hoop dat wij 20 dozen vol krijgen. Elke donatie wordt gewaardeerd. Iets is natuurlijk beter dan niets.
Inwoners van Nijmegen en vaste kerkgangers zijn daarom van harte welkom. De rechtszaak tegen Sydney A. uit Beuningen loopt mogelijk aanzienlijke vertraging op. De man wordt verdacht van moord op zijn 10 weken oude baby. Het jongetje werd in november 2022 met 24 botbreuken opgenomen in een ziekenhuis in Nijmegen. Het kind overleed kort daarna. De advocaat van de verdachte wil nieuw onderzoek naar de doodsoorzaak van de baby. Sydney A. zit ondertussen al bijna 2 jaar in de gevangenis. De moeder wordt beschuldigd van het niet ingrijpen bij de mishandeling van haar kind. Sydney A. wordt ook verdacht zijn vrouw te hebben mishandeld. Het stel heeft inmiddels nog een kind gekregen. De Radboud Universiteit in Nijmegen heeft aangifte gedaan van schade die is veroorzaakt tijdens de pro-Palestijnse protesten op het universiteitsterrein. Ook meldde de universiteit woensdag dat sommige studenten en medewerkers zich onveilig voelen. Onder andere omdat demonstranten gezichtsbedekking dragen. Ze willen nogmaals benadrukken dat discriminatie en intimidatie in welke vorm dan ook niet thuishoren op de campus. Afgelopen nacht is ook het gebouw waar het college van bestuur gevestigd is beklad met rode verf, net als de witte letters van de universiteit. Ook zijn er leuzen te vinden als Blood on your hands en May their ghost catch you. Een oude eikenboom aan de oude Kleefse baan in het dorp Bergendal krijgt een tweede leven. De boom, waarschijnlijk ruim 200 jaar oud, verkeerde in een zeer slechte staat en werd daardoor onveilig. Met pijn in het hart moest de boom verwijderd worden. Maar gelukkig mag de stam blijven staan. De eikenboom uit 1800 was bij veel mensen geliefd. Zo ook bij de groenmannen van de gemeente Bergendal. Zij kwamen op het idee om de boom een tweede leven te geven. Kunstenaar Sander Boom gaat de stam omtoveren tot een heus kunstwerk. We gaan van de boom eigenlijk een kunstwerk maken. Daar is over gesteggeld van ja, wat zou het moeten worden. Nou, toevallig zitten we heel dichtbij Romeinse watergangen. Nou hebben ze hier in de buurt opgravingen gedaan en daar is uitgekomen dat daar ook een handvat bij zat van een kelk. Er waren meerdere objecten, maar sommige leken een beetje, ja, geen idee wat het was zeg maar. Deze kan ik wel heel mooi naar voren brengen, zodat iedereen gaat begrijpen wat het is, zeg maar. Dat het een Romeins ontwerp is. En ja, het oer van een beker ligt in het Museum van Oudheden in Leiden. En klein dingetje, maar hij wordt hier 10 keer zo groot. Dus dat wordt mooi in die hele mooie grote boom uitgezaagd. Sander is een ervaren en prijswinnende sculptuurzager. Maar ook voor hem is dit een hele nieuwe opdracht. Ja, het is natuurlijk even lastig hoe ga je te werk. Hè? Want ja, deze hebben wij ook nog nooit gedaan, zeg maar. Hè? Maar ja, een opgraving en dan te realiseren. We hebben een klein beetje overlegd van nou, hoe komt dit mooiste tot terecht. Dus we gaan nu gaan we gewoon de hele grove lijnen erop zetten. En die spuiten we eerst erop met de spuitbus. Dan gaan we gewoon met de zaag hele grote stukken wegzagen. Zodat we echt de ruimte gaan krijgen. De golf als het ware van het handvat erin brengen. En dan gaan we meer de details erin brengen. Het kunstwerk wordt gedetailleerd. Het kost dan ook flink wat tijd om de afbeelding in het hout te zagen. Hoe gedetailleerder, hoe meer werk, zeg maar. Er zit ook een gezicht in, dus dat vergt wel heel veel werk. Ik denk als je morgen bijvoorbeeld langs zou komen, dan denk je, nou, hij is al bijna zover. Hè, de grote stukken zijn er dan al af, de grote vormen zitten erin. Maar dan ga je detailleren en dat kost nou eenmaal veel meer tijd. Dat is wel mooi. Ja, ik heb op kantoor er al grapjes over gemaakt en ik kan het nou nog wel een keer herhalen. Het is leuk, een mooie afbeelding. Er staat ook nog een Romeinse vrouw op. En toen zei goh, gelukkig zijn het een keertje niet alleen de mannen. Het is ook wel mooi dat er een afbeelding van de vrouw op zit. Dus ja, ik ben benieuwd wat het straks gaat worden. Op 22 mei is de nieuwe fietsroute en website Wijnboer Tour geopend in Bergendal. Op de site staat ook de vernieuwde wijnroute die circa 30 kilometer lang is. Onderweg staan nieuwe informatiepanelen over de verschillende wijngaarden. De route is bewegwijzerd door middel van het fietsknooppuntensysteem. De fietsroute en Wijnboer Tour is een samenwerking tussen 6 wijnboeren. Bij elke wijngaard staat een informatiepanel met informatie over onder andere de verschillende gaarden en wijnen. Met de feestelijke opening werd het eerste panel onthuld. Ja, en zo heeft eigenlijk iedere wijnboer, wijngaardenier zijn eigen verhaal. En het mooie daarvan is dat iedere wijnboer een andere insteek heeft van zijn eigen verhaal, zijn eigen bedrijf zoals hij zichzelf voelt. En waardoor je een gevarieerd aanbod krijgt van bedrijven en allemaal gecombineerd met wijn.
Iedere wijnboer heeft een andere filosofie met betrekking tot de wijncreaties. Dit onderscheidt de bedrijven wel van elkaar. Hierdoor is het ook van belang bij elke wijnboer een specifiek informatiepanel voor de betreffende wijngaard te hebben staan en niet één informatiepanel voor alle wijngaarden samen. Het mooie is dat je in dit gebied op die heuvels en die lusgrond hier een hele goede voedingsbodem hebt voor allerlei nieuwe druivenrassen die het hier in deze natte, winderige omstandigheden veel beter doen dan je zou verwachten. En daar maken die wijnboeren hartstikke mooie witte, rode en rosé wijnen van. Zelfs bubbels worden hier gemaakt. En dat maakt het een van de grootste wijngebieden van Nederland, zo niet het grootste, met zo'n 25 hectare. De wijngaarden langs de nieuwe fietsroute in Bergendal hebben unieke gronden. De lusgronden geven een bepaalde mineraliteit mee die ervoor zorgt dat de kwaliteit van de wijn steeds beter wordt. We hebben verschillende soorten rassen, dat sowieso, maar iedereen gaat zijn eigen inspelen op zijn eigen, ja, wat hij zelf het beste past bij zijn grond. En het blijft natuurlijk altijd een ontwikkeling van nieuwe rassen. En er wordt bijvoorbeeld ook al Pinot Noir aangeplant door sommige wijnboeren. En zo gaat ieder jaar wordt er iets anders vernieuwd. Er is altijd weer een nieuwe uitdaging. Vandaag was het nog even een prima dag. Wat aan de benauwde kant, maar het bleef droog bij een graad of 20. Morgen zal dat helaas wel anders zijn. Vanavond en vannacht blijft het nog droog en klaart het op. De temperatuur zakt naar zo'n 10 graden. De vrijdag start nog even droog, maar in de loop van de ochtend trekt een buiig regengebied vanuit het zuiden in de regio over. Daar kunnen soms pittige buien tussen zitten en zo valt er morgen in totaal ook 23 mm neerslag. De zaterdag begint nog buiig, maar langzaamaan wordt het steeds vaker droog. De zondag doet dat net omgekeerd. De dag begint droog en brengt later nog enkele buien met zich mee. Het blijft zo omstreeks 20 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 23 mei. Het laatste nieuws uit jouw regio is altijd te vinden op rn7.nl of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we weer terug, dus graag tot dan!